zijn de testen. Die geef ik vast aan jullie. Hallo, goedemorgen. Fijne. Heb ik nou weer de dag vergeten? Woensdag. Oh, het is woensdag. We beginnen de dag met een... ratslag. Ja, gaan we de zwangerschapstest doen. Dus dat. Yeah. Zijn de testen. Die geef ik vast aan jullie. Als jullie. Ik ga het potje met plas halen. Die ik vanochtend heb geplast. Over 2 minuten weten we het, hè? Zullen we gewoon... Nee, we gaan er niet naar kijken. We gaan nu 2 minuten lang niet kijken. Pas als die wekker gaat, dan gaan we kijken, ja? Ja, we kunnen er wel lang genoeg in houden, denk ik. Komt er nou mee? Wat staat erop? Hoe lang moet ik erin houden? Over een halve minuut weten we het. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zal er nog niks komen? Nee, ik ga niet. Nou. Leuk, lekker. Wat? Nee, er is niks. Oh, rustig maar, schat. Er is wel met de andere. Nee. Alleen een trouwlipje, mama. Raar. Ja, we hadden het wel een beetje gedacht, hè. Nou, dat was even iets anders dan dat we hadden verwacht. Daarom had ik ook gewacht met testen totdat we echt een aantal dagen over tijd waren. En dus vrijwel zeker was. Maar zelfs dat... geeft dus geen zekerheid. En die bloeding die even tussendoor is geweest, is dus waarschijnlijk geen innestelbloeding geweest, maar geen idee wat. Het is gewoon één groot vraagteken voor mij allemaal. So be it. We zien het wel weer. Life goes on. Yes. Eigenlijk moet je een keer voordat hij naar een feest gaat, zijn hele hoofd vol met staartjes maken. Ja. Ah, Daantje. Daantje. Nou, Jola, je kan wel kapster worden als je daar nu al geld mee verdient. We zijn in het Twiske en ik heb meegenomen een skateboard. Waar ik helemaal niet op kan skaten hoor. Zo cool ben ik ook weer niet. En Jola en Dexy zijn er ook, natuurlijk. Vroeger ging ik altijd naar Twiske op mijn paard. En dat is wel een beetje toepasselijk bij vandaag eigenlijk. Want vandaag ben ik hier ook een beetje op een, ja, een beetje rotdag. En vroeger ging ik hier ook altijd heen met mijn paard. Als ik weer zo'n rotdag had gehad. Om even lekker af te reageren. En dan rende ik hier gewoon keihard overal doorheen op mijn paardje. En nu loop ik hier gewoon lekker te genieten van het heerlijke zonnetje met Jol. He? We gaan hier altijd heel vaak heen wanneer het lekker weer is. Omdat Dexy mee mag. En omdat het hier heel groot is. Als je helemaal doorrijdt, helemaal naar het einde, dan heb je het gebied waar je met honden mag. Dat is echt heerlijk. En ja... je hebt gewoon best nog wel veel lekkere, rustige plekjes. Trouwens, nog een nieuwtje van de dag. Net toen ik thuis was, is de ongesteldheid, oftewel menstruatie, echt doorgeknald. Dus op dag, wat is het? 34, 35, dag 35. Eindelijk. 35. Nou, normaal duurt het ongeveer 28 dagen voordat je bloed, zeg maar, wat ik net had uitgelegd, weet je wel, van dat eitje. En vorige maand was dat 28 dagen bij mij. En die keer daarvoor 32 dagen en dit keer 35 dagen. Maar ga je zwemmen? Nee. Nee? Waarom niet? Ik ga lekker veel kindjes zien. Wauw, oh vet joh. Weet je nog dat je hier ook rondliep? Toen je 2 was. Dat was een heel klein, schattig frummeltje. Samen met Dexy.
dat was hier, datzelfde grasveldje. Ah, oh, toen ging Dexie achter me aanlopen. Ja, weet je dat nog? Ah, oh, ja, dat was mijn Bart. En ik was hier ook een keertje met jou en Dexie. Ja, hoe vaak zijn we hier geweest? Toen ging ik met een vriendinnetje spelen. Ja. Ja, die maakte ja. Oh, wat is die lekker, hè? Zullen we even over die steiger gaan lopen? Steiger? Ja, daar. Dan kunnen we Dexie meenemen. Maar dan gaan we helemaal over de steiger. Dan gaan we helemaal zo en helemaal naar de andere kant. En dan gaan we zo en dan komen we weer terug. Oké. Ja? Boodschapje doen. Ja, hè? Is nieuw asfalt opgedaan. Tersje is net zoiets als snoep, want je bakt steeds meer, want ze zijn zo lekker. Zo lekker. Dat wil ik even vertellen in de vlog. Joepie, ik ga een wijntje drinken. Gewoon omdat het kan. Wij eten vandaag kip shawarma en met volkoren pita broodjes. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Die hadden we nog nooit gekocht. En dan wil ik nog even gedag zeggen aan het einde van deze... Wow, kijk mijn gezicht. Kunnen we even draaien? Hoe is het beter? Oh, dat komt door de tv. Kijk. Oh, mijn benen knapjes, schat. Ah, wat ben je lief. Ik wou zeggen... Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Wij gaan gewoon weer verder met het proberen en oefenen om een babyntje te maken. Kop op, kunnen we. Geen zorgen verder. En oh, wat een timing, de batterij is ook bijna op. Dus dankjewel voor het kijken en tot morgen. En abonneren is gratis, dus niet vergeten. Doei! Doei.